Hogeschool Thomas More, Campus IDNA, Proclamatiespeech 2020. Ars longa vita brevis, zoals de Romeinen het al stelden, het leven is kortstondig, maar schoonheid is eeuwig. Liefste studenten, geachte ouders, beste collega's, grote leider Guy. Ja, er is een coronavirus dat al veel slachtoffers heeft gemaakt en de samenleving helemaal overhoop haalt. Een virus dat wellicht in het najaar een tweede zit zal krijgen, tenzij het onvoldoende studiepunten heeft gehaald om zijn traject verder te mogen zetten, laat ons hopen. Intussen toont het straatbeeld een ware apocalyps. Ontplooit er zich een burlesk schouwspel, ook binnenshuis, en legt de overheid een rem op uw sociaal leven. De beruchte bubbel, een door de overheid opgelegd isolement. Het blijf in uw kotgebod heeft een enorme sociale ravage veroorzaakt bij jongeren en volwassenen en heeft hen lusteloos en verloren gemaakt. Het wereldrecord eenzaamheid werd meermaals gebroken. Daarom genoeg corona en depressie. Laat ons dit counteren door deze proclamatiespeech te starten met een poëtische blik op de cirkel van het leven waarin jullie een nieuwe stap gaan zetten. Feest vandaag. De kids slaan hun vleugels uit. Meteen op jacht naar dit keer een deftig lief. Nog snel wat exotische reizen maken, alvorens job en ouderschap. Een luisterrijk huwelijk met dank aan de ouders. Vervolgens een job en genieten van de materiële welvaart. Dan toch puppies, waarom niet, die op hun beurt snel groot zijn, die met het verkeerde lief naar huis komen. Gelukkig zijn er kleinkinderen op komst, wat meteen ook een stap is richting exit. Hoog tijd om plaats te maken en de tunnel in. En het enige dat overblijft is een vergeelde foto aan de muur. Zou er een hemel zijn? Dit bijzondere werk is geschilderd door Gustave Caillebotte, een tijdgenoot en vriend van de Parijse impressionisten. Het werk hangt in het Musée Gare d'Orsay en is er heel erg populair. Dit schilderij kan je lezen als een metafoor, als een perfecte beeldspraak van uw vak, uw discipline, zij het architectuur, interieur of meubel. Deze vaklui zijn aan het schaven. Ze verrichten noeste, zware, uitputtende arbeid, zittend op hun knieën met bloot bovenlijf, ongemakkelijk voorovergebogen met uitgestrekte armen. Met krachtige halen schaven ze onafgebroken de vloer. Welnu, laat dit het beeld zijn van de afgelopen jaren. U heeft onafgebroken aan uzelf geschaafd, maar ook uw docenten hebben aan u geschaafd. En uiteraard hebben ook uw ouders aan u geschaafd. En na al dat geschaaf mogen het een wonder wezen dat er van u sowieso nog iets overblijft. Maar wat overblijft, is er voorgoed, zeg maar een bikkelharde, onverwoestbare, haarscherpe kern. Ik ben een ik, ik heb een ego. Schaven is overigens iets heel anders dan schuren. Het is het taalkundig verschil tussen een glijdende en waaiende ft als op de schaatsbaan tegenover een stotterende en stotende rrr als op de kasseiwegen van Parijs-Roubaix. Ik hoop oprecht dat wij docenten schavend waren en niet schurend. De strijd om de punten is nu losgebarsten. Onze docenten zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het jureren en evalueren van uw eindwerk en andere proeven, met het berekenen ook van uw behaalde graad. Als je nu deze speech aan het beluisteren bent, mag ik ervan uitgaan dat het een succesverhaal is geworden. Een primeur bij deze examenreeks was de introductie van computerexamens op afstand aan huis afgelegd met als waakhond het computerprogramma Proctorio, dat u letterlijk in het oog houdt en alle verdachte bewegingen registreert. Ik heb de beelden opgevraagd. U beleeft hier een primeur. Voor de allereerste keer ooit wordt de examenstress van studenten gevisualiseerd met echte beelden, een greep uit de fragmenten. De geconstipeerde. Ik weet het, maar ik kan er toch maar niet opkomen. De verbaasde.
moesten wij dat hoofdstuk kennen? De onzekere, die zichzelf altijd onderschat. Ja, als ik erdoor zal zijn, het zal wel nipt zijn. De gebuisde. Ja, ik heb er ook niet voor gewerkt. In de tweede zit zal het wel beter gaan. De strever. Mijn onderschrijving, mijn onderscheiding is binnen. De wijsneus. Ik wist dat hij dat ging vragen. Ten slotte, de gedeprimeerde. Het is hopeloos. Ik weet niet of ik er de tweede zit nog zal bij zijn. Terug naar de proclamatie. Antropologen beschouwen het afstuderen als een rite de passage, zoals dat zo mooi klinkt in het Frans. Een overgangsritueel waarin uw jeugd definitief eindigt en uw leven als volwassene begint. Biologen verwoorden deze passage net iets scherper. Ze stellen, beste studenten, dat de viering van het zilveren jubileum van uw leven als parasiet meteen ook het einde inluidt van dit leven. Uw toekomstige activiteiten moeten geld opbrengen in plaats van geld te kosten, met de bedoeling om na een succesvolle voortplanting er zelf een tijdje parasitaire nakomelingen op na te houden, de cirkel des levens niet. Intussen tijd wil ik even terugblikken en reflecteren over het recente en minder recente verleden. Zo'n 20 jaar geleden, beste studenten, werd u voor de allereerste keer uit uw comfortzone gehaald. Toen al vroeg u zich af waarom de wereld op zijn kop staat. Tegelijk gaf u blijk van een zekere weerspannigheid, niet voor het laatst moet ik zeggen, doorheen de jaren waren uw ouders meermaals de wanhoop nabij. Al snel na uw geboorte bleek u over behoorlijk wat handvaardigheid, of moet ik zeggen voetvaardigheid, te beschikken. Bleek u bij complexe opdrachten ook oplossingsgericht te kunnen denken, zonder daarbij uw eigen comfort uit het oog te verliezen. Dit zijn ongetwijfeld de kwaliteiten die u zo succesvol maakten in IDNA. 3 jaar lang, beste ouders, hadden wij uw zonen en dochters onder onze hoede. Typisch voor onze opleiding is de uitermate diverse instroom, zijn de heel uiteenlopende profielen werkelijk een potpourri van geuren en smaken. Uiteraard hebben wij een ideaal profiel voor ogen. De studenten die nu afstuderen, belichamen dit profiel. Ze blijven niet bij de pakken zitten en zoeken steeds een alternatief. Ze zijn ambitieus, alleen het hoogste podium stemt tevreden. Eveneens gewenst, gezond verstand en heldere ideeën. Maak ook uw ambities heel concreet en wellicht het belangrijkste van allemaal, voel het heilig vuur in jouw branden. Zij die dit ontbeerden zijn vertrokken. De essentie van ons pedagogisch project betreft dit. Niet alleen gaan wij de uitdaging aan om de lat zo hoog mogelijk te leggen, tegelijk is er de permanente evaluatie en bijsturing om dit hoge niveau te handhaven. Op deze wijze brachten wij onze studenten naar ongeziene, duizelingwekkende hoogtes. Voor wie onze opleiding achter de rug heeft, is alles wat professioneel volgt gewoon peanuts, weet je. Afgelopen semester hebben onze studenten hun examen zelfs geblinddoekt afgelegd om er toch maar de spanning in te houden. Onze studenten kennen geen koudwatervrees, kijken hoopvol naar de toekomst en hebben nu al het potentieel om snel op de ladder te stijgen. Om het met één beeld te zeggen, onze studenten gaan wel uit hun dak, maar hebben hun plafond nog niet bereikt. Er is wederzijds respect tussen studenten en docenten. De verstandhouding is vaak optimaal, u heeft het al begrepen, wij lopen hoog met onszelf op, maar je kan ons dat niet kwalijk nemen als je het immense groeiproces bekijkt. Aanschouw de evolutie. September 3 jaar geleden hadden onze studenten weinig om het lijf, ze leken wel naaktkatten. Vandaag lopen ze hier buiten als modepoppen met koffers vol bagage. Zo waren onze studenten bij aankomst, zo zijn ze nu. De kloof met andere interieur- en designscholen is enorm. Zo ziet een loverboy eruit op gewone scholen, vergelijk dit met een loverboy in IDNA. Dit zijn de studenten die het vak cultuurgeschiedenis volgen in gewone scholen. Dit zijn de studenten die het vak cultuurgeschiedenis volgen in IDNA. Dit zijn docenten in gewone scholen. Dit zijn docenten in IDNA. Of neem nu
De eindejaarsjury, waar streng en rechtvaardig moet geoordeeld worden. Dit zijn de studenten in gewone scholen, die als jury zachtaardige krokodillen krijgen, die je lieflijk kan strelen en aaien. Dit daarentegen zijn de studenten in IDNA, die met haar en huid verslonden worden door streng jurerende krokodillen. En hier komt het mooiste. Dit zijn de studenten in gewone interieurdesignscholen. Nu goed kijken naar onze studenten, let op. Dit zijn de studenten uit IDNA. Het zal u niet verbazen dat wij docenten ook heel wat opsteken van onze studenten. Zulke studenten aantrekken is geen toeval, het is het resultaat van een doelbewust gevoerd beleid. En om dit beleid te verwoorden, grijp ik graag terug naar een citaat uit een oude tv-serie, u allen bekend. Dit zijn de avonturen van Thomas Vlaggenschip, genaamd IDNA, zijn driejarige missie, het verkennen van nooit geziene leefruimtes en designwerelden, het ontdekken van vreemde laminaten en onmogelijke verbindingen, de lef om platgetreden paden te verlaten. To boldly go where no man has gone before. De keuze voor Star Trek is niet arbitrair. Wie heeft er nog niet de fysieke en karakteriële gelijkenissen met onze krachtdadige leider Guy en zijn superintelligente en rationele opleidingsmanager Greetje gezien? Beste student, de kans is reëel dat u straks onderaan zal starten, bij wijze van spreken als straatveger. Wel, als dat jouw lot is, te starten als straatveger, veeg dan de straten met de zwier van Michelangelo's penseeltoetsen. Veeg dan de straten met de ontzagwekkende grandeur van Beethoven's symfonieën. Veeg dan de straten met de dramatiek van de monologen van Shakespeare. Veeg dan de straten zo goed dat alle bewoners van hemel en aarde onmiddellijk hun activiteiten staken en verbaasd opkijken en delen en chatten wat een geweldige straatveger daar aan het werk is. Als je geen dennenboom op de top van de heuvel kunt zijn, wees dan een struik in de vallei en wees daar de beste struik. Als je geen snelweg kunt zijn, wees dan gewoon een aardenspoor. Als je geen zon kunt zijn, wees dan een ster. Maar wees altijd de beste in wat je bent en doet. Mogen dit nu wel duidelijk zijn, uw studententijd is bij deze voorbij. Neem afscheid van het schouwtoneel waarin ieder van u de afgelopen 3 jaar zijn rol gespeeld heeft. Een rol die je misschien in de toekomst ook zal blijven spelen. Wij hopen, beste studenten, dat jullie hier ondanks het keihard werken de tijd van uw leven meemaakt. Wie was u op IDNA? De bedweter of de stille slimme? De eenzaad of de sociale lolbroek? De vandaag ben ik boos, net als gisteren en ook morgen, en zijn neefjes, de immermaal tevredene, of het vrolijke fuifbeest? De koele kikker of de schrikkentist? Het stresskieken of de maak u niet druk, we hebben nog tijd? De ik weet alles, mij moet je niets meer leren? Of de onzekere die altijd denkt gebuisd te zijn? De player, de te oud voor zijn leeftijd, het rijke huiskindje of de plezantste thuis, de opschepper, de peacemaker of de neuspeuteraar, het alfamannetje, de wijze met goede raad of de wijze met slechte raad, de duizend vragensteller of tenslotte de slijmbal? Wie was u op IDNA? En heeft u nagedacht over de rol die u straks gaat spelen? Een bekende Amerikaanse dominee in de Verenigde Staten speechte 50 jaar geleden, de dag voor hij werd doodgeschoten, en zei: God gaf mij de toestemming om de berg te beklimmen. Ik ben erheen gegaan en heb bovenop de top van de berg staan rondkijken en wat ik gezien heb was niet minder dan het beloofde land. Het leven, beste studenten, is maakbaar, zolang je maar gelooft in uw toekomst, zolang je maar vertrekt vanuit uw idealen en er voluit wil voor gaan. En wees niet bang, sterven doen we uiteindelijk allemaal. Liefste studenten, niemand weet wat de toekomst brengen zal. Maar het is niet ondenkbaar dat u, over een kwart eeuw of iets later, opnieuw op onze campus bent en u de proclamatie bijwoont van uw zoon of dochter. Dan zal u, net als uw ouders vandaag, fier, zelfs apentrots zijn en wellicht ook nostalgisch terugblikken op deze dag, de dag van uw eigen proclamatie, 10 juli 2020. Dan zal u haast zeker beginnen mijmeren
over uw eigen studentenjaren op Thomas More. Aan de heugelijke en minder heugelijke momenten, hoe ge u bijvoorbeeld hebt uitgesloofd om een meisje of jongen te versieren en de beloning die u dan af en toe te beurt viel. Dan zal u terugdenken aan de o zo typische boys will be boys momenten of girls will be girls momenten, maar u zal ook herinnerd worden aan de minder heugelijke momenten, zoals de onoverkomelijke theorievakken. Hoewel, het was haast voor alle vakken zwaar zwoegen, u zal herinnerd worden aan de al te uitdagende opdrachten, aan de in uw ogen onzinnige oefeningen, aan het harde manuele labeur in het werkatelier, aan de minutieuze afstellingen in het fablab, aan de cursus stabiliteit en constructie voor beginners en de cursus stabiliteit en constructies voor gevorderden, aan de competitieve sfeer onder de jongens, aan de wedijver onder de meisjes. Nooit was het u gegund te vertoeven in de comfortzone. Het dreef u tot wanhoop en de goden werden vergeefs aanbeden. Het gevoel van uitputting, het ter plaatse blijven spartelen, het eindloze rondjes dragen, de trial and error, de voorzichtige stapjes voorwaarts en bij groepsopdrachten, de ergernis over bepaalde groepsleden, om ze niet bij naam te noemen, de jongens die wel leiding nemen, maar verder niet veel uitspoken. Maar steeds was er de dragende kracht en intensieve begeleiding van uw docenten. U ontwikkelde de durf om risico's te nemen en het lef om de sprong in het duister te maken. U kreeg het inzicht om los te laten en wellicht ook meermaals ervaren de vreugde van een succeservaring. Ja, prijs uzelf nogmaals voor de vaardigheid om uw grenzen te verleggen. Het zullen, beste studenten, over 25 jaar op de proclamatie van uw zoon of dochter slechts vage herinneringen zijn, gefilterd door de tijd en gekleurd door andere levenservaringen, maar u zal te midden van deze nostalgische gedachten nog iets geheel anders ervaren. Dat geef ik u op een briefje. Tot uw verwondering en ook afgrijzen zal je ontdekken dat de wijze waarop je je leven geleid hebt in grote lijnen overeenstemt met dat van je ouders. Erger nog, en ik weet dat dit haast een ondraagbare en verschrikkelijke gedachte is, je zal zelfs ontdekken dat je op uw ouders lijkt. En op dat moment zal de cirkel rond zijn. Als er iemand van jullie nog twijfels heeft dat IDNA de plaats is waar alles mogelijk is, als er iemand van jullie zich afvraagt of de droom van onze afdeling ook vandaag nog actueel is, als er iemand van jullie de kracht van ons onderwijs nog niet ontdekt heeft, vandaag is het antwoord. U bent dat antwoord en u zal het in de komende jaren bewijzen. Het is het antwoord van jongens en meisjes, van arm en rijk, Nederlanders en Belgen, allochtonen en autochtonen, FOMO's en homo's, OHO's en hetero's, bissers en trissers, meer en minder valide. Vandaag is het antwoord. U geeft het signaal aan de wereld dat we nooit zomaar een verzameling zijn van wat loslopend wild. Wij, IDNA van Thomas More, zijn niet meer of minder en zullen ook altijd blijven het design-DNA van de lage landen. Dit is ons antwoord aan hen die men zo lang en zo vaak heeft wijsgemaakt cynisch te moeten zijn, angstig, vol twijfels over onder meer waar deze studie zou toe leiden, om nu te zien hoe wij eigenhandig de loop van de geschiedenis hebben omgebogen naar een hoopvolle toekomst. Het zat er al lang aan te komen, maar vandaag, door wat u gepresteerd heeft, is het eindelijk zover op het eigenste moment gebeurd. Het change has come to the world of interior. Ga in vrede.